Het paranormale of bovennatuurlijke is iets wat wij allemaal wel eens hebben meegemaakt. Niet iedereen gelooft daarin, maar hebben het hoogstwaarschijnlijk onbewust meegemaakt en moeten hier niks van weten. Veel van deze dingen kunnen verklaard worden, zoals een raam die openstaat en keihard dichtslaat. Hier schrik je natuurlijk van en gaat kijken of het misschien door de wind komt. Soms kun je het niet verklaren en heb je het gevoel dat het toch iets anders is. Iets vreemds. Iets waarvan je de rillingen krijgt. Ik ga jullie waargebeurde paranormale en bovennatuurlijke verhalen vertellen. Vinden jullie dit nou leuk? En willen jullie hier meer van zien? Like en abonneer dan. Ik begin met mijn eigen paranormale en bovennatuurlijke ervaringen. Bij genoeg likes en kijkers maak ik hier een nieuwe video van. Ik was tussen de 4 en 6 jaar dat ik het besef had dat er meer was dan alleen de buurman. Nu ben ik er nog steeds van overtuigd dat het de buurman niet had kunnen zijn. Bijna iedere avond bracht mijn vader ons naar bed. Mijn broer en ik. Het was bedtijd. We gingen naar boven en onze vader kwam vaak vlak voor het slapen een kus geven. Mijn broer werd als eerste ingestopt en voordat mijn broer een slaapkusje kreeg, stonden ze nog te praten. Ik stond te wachten en werd ongeduldig. Ik riep naar mijn vader. Kom je nou? Mijn vader antwoordde. Ik kom er zo aan. Ik ben nu bij je broer en daarna kom ik naar jou. Ik werd te ongeduldig en riep naar mijn vader. Ik kan wel alleen naar bed en ben niet bang. Ik deed mijn slaapkamerdeur dicht en het licht uit. Heel even in het pikken donker zei ik. Zie je wel, ik ben niet bang voor het donker. Er werd keihard geklopt op mijn raam. Ik deed direct het licht weer aan en met een rotgang mijn slaapkamerdeur weer open en riep naar mijn vader. Papa, er werd op mijn raam geklopt. Mijn vader zei, dat zal de buurman wel zijn. De buurman probeert je gewoon bang te maken. Toen die tijd hadden onze ouders ruzie met de buren. Vandaar dat mijn vader met zo'n verklaring kwam. Maar de buurman had nooit kunnen kloppen op die raam, omdat niemand op die afstand mijn slaapkamerraam had kunnen bereiken. Naar mijn idee had het nooit de buurman kunnen zijn. Vroeger, als klein jongetje, ik denk zo tussen de 4 en 8 jaar, zei ik altijd tegen mijn moeder dat ik een klein blond jongetje beneden aan de trap zag staan. Dit was bijna altijd rond 4 uur 's nachts. En soms ook wel eens rond 6 uur 's ochtends. Laten we zeggen zo tussen de 4 uur en 6 uur 's ochtends. Ik werd wakker, omdat ik moest plassen. We hadden alleen beneden een wc, beneden aan de trap, om de hoek. Ik stapte mijn bed uit en het was nog pikken donker. Dus ik moest uitkijken waar ik liep. Op gevoel liep ik naar de trap toe en zag beneden aan de trap een vorm van een klein jongetje staan met licht om zich heen. Het was een klein beetje beangstigend voor mij, maar het voelde wel goed en warm aan. Ik durfde er niet op af te lopen, maar als ik boven aan de trap stond, voelde ik mij wel veilig. Het verdween iedere keer ook vrij snel, waardoor ik toch naar beneden liep om te kunnen plassen. Het was altijd erg koud op de wc en wou altijd zo snel mogelijk weer naar boven, lekker terug in mijn bed, omdat ik het toch altijd wel een beetje eng vond om weer terug te lopen. Ik vertelde het mijn moeder wat ik allemaal had gezien. Mijn moeder praatte altijd open en eerlijk over het paranormale en vertelde mij dat het misschien de broer van mijn vader zou kunnen zijn. Hij is overleden op 5-jarige leeftijd aan leukemie. Voor diegenen die het niet weten, leukemie is een vorm van kanker. Later, dat ik wat ouder was, had ik het er nog wel eens over met mijn moeder. Mijn moeder was vaak bezig met mediums. Zo af en toe kwam er wel eens een medium bij ons op visite om een bakje koffie te drinken. Natuurlijk had mijn moeder en de medium het vaak over het paranormale.
Ze deden niet altijd alleen maar een bakkie, maar gingen ook vaak door het huis heen om te kijken of er paranormale activiteiten aanwezig zijn en te kijken naar wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. Zo kon een van de mediums erachter komen dat er ooit iemand van de trap was afgevallen en overleed. De trap waar ik altijd van afging in het donker op weg naar de wc. Dat niet alleen, maar de medium vertelde ook dat na het ongeval de overledene op mijn slaapkamer in een kist had gelegen. Na deze ervaringen te hebben gehad met het paranormale, kreeg ik steeds meer te maken met het bovennatuurlijke. Ik vond het dan fijn om af en toe met een extra matras op mijn ouders hun slaapkamer te blijven slapen. Dit kon toen niet altijd en sliep dan ook wel eens bij mijn broer op zijn kamer. Ik weet het nog heel goed en dat vergeet ik nooit meer. Sterker nog, het beeld wat ik toen meemaakte op mijn broers slaapkamer zit nog steeds in mijn geheugen gegrift. Mijn broer had een nieuw bed. Een bed met een uitschuiflade waar een matras in zat. Een uitschuifbed dus. Ik vond het dan fijn om wat vaker bij mijn broer te blijven slapen. Mijn broeder vond het toen ook wel gezellig. Die nacht, toen ik het zag, was het overduidelijk voor mij. Dit kon toch geen nachtmerrie zijn? Ik bleef slapen en we hadden wat gekletst voordat we echt in slaap vielen. Dit deden we vaker als ik bij hem bleef slapen. Na het kletsen kon ik altijd zo lekker in slaap vallen, lekker warm onder de dekens naast mijn grote broer. Ik voelde mij altijd veilig bij hem en daarom deed ik zonder angst mijn ogen dicht. Die nacht werd ik bezweet wakker en kreeg een beangstigend gevoel, alsof er iemand aanwezig was die er niet hoorde te zijn. Ik lag met mijn hoofd onder de dekens en had het bloedheet. Ik wilde zo graag de dekens van mij afhalen, want het was te heet en had het ontzettend benauwd, maar durfde niet. Er was gewoon iemand. Ik voelde het. Het was veel te dichtbij. Het was zo dichtbij dat ik het gevoel kreeg dat het mij moest hebben. Ik was de benauwdheid en de hitte zat. Ik probeerde de moed te verzamelen om mijn dekens van me af te gooien met de gedachte dat er niemand anders in de kamer zou kunnen zijn. Alleen mijn broer en ik. Ik gooide de dekens van me af en schrok me toen kapot. Ik zag recht boven mij een jonge vrouw die mij aankeek. Ik verstijfde helemaal van angst en bleef haar aankijken. Ze was zo dichtbij en leek met haar hoofd steeds dichterbij te komen naar het mijne. Ik draaide mij zo snel mogelijk om, met de dekens half over mijn hoofd, zodat ik het niet al te benauwd en te warm had, en probeerde zo snel mogelijk weer in fijne slaap te komen met de gedachte dat het allemaal maar een nachtmerrie was. Naar mijn idee was dit nooit een droom of nachtmerrie geweest, maar gewoon een geest die contact probeerde te zoeken zonder kwade bedoelingen. Op de een of andere dag moest ik naar een andere basisschool van mijn ouders, omdat ze de vorige slecht vonden. Ik kwam in groep 5 terecht en maakte al snel nieuwe vrienden. Ik had daar 4 nieuwe vrienden gemaakt, waar ik regelmatig mee speelde. Eén daarvan is nu nog steeds een goede vriend. Mijn beste maat. Hij was ook de enige naast de andere vrienden die ook wel eens contact had met het bovennatuurlijke. Zo hadden hij en ik samen onze allereerste paranormale ervaring met elkaar. Volgens mij was het in groep 6 of 7 dat ik bij hem bleef slapen. Zijn ouders waren gescheiden en door de week was hij bij zijn moeder en in het weekend bij zijn vader. Het werd weekend en ik mocht met hem mee om bij zijn vader te logeren. Wij kwamen uit school en fietsten samen naar mijn huis om mijn logeerspullen op te halen. Daarna pakten wij onze fietsen weer en gingen door naar het huis van zijn moeder. Daar werden wij ontvangen door zijn vader en stapten de auto in. Het was een stukje rijden, want zijn vader woonde niet echt om de hoek. Iets van een klein half uurtje rijden.
Eindelijk waren wij aangekomen en brachten de logeerspullen naar boven. Het werd al snel avond en mijn maat en ik gingen naar boven om Lord of the Rings The Two Towers te kijken. Die film was net uitgekomen en we hadden er erg zin in om daarnaar te gaan kijken. Het was toen ook erg populair en echt een must-see. Vanuit een stapelbed keken wij op zijn slaapkamer naar een tv die hing aan de muur. Hij had de film erin gestopt en we waren er helemaal klaar voor om lekker te gaan kijken. Tussen de film door, terwijl wij aan het kijken waren, waren wij ook lekker aan het kletsen en hadden het erg gezellig. De film duurde erg lang, maar dit vonden wij natuurlijk geweldig. De tijd ging daardoor erg snel en hadden niet echt het besef dat het al best laat voor ons was. Wij hoorden opeens allemaal voetstappen beneden. Mijn beste maatje vroeg aan mij of ik dat ook hoorde. Ik antwoordde, ja, dat hoor ik ook. Maar je vader is toch beneden? Nee joh, die ligt al op bed hoor. We bleven het horen en begonnen het vreemd te vinden. We waren zo nieuwsgierig geworden dat wij samen stilletjes naar beneden gingen. Eenmaal lopend naar beneden hoorden wij de voetstappen steeds harder worden. Totdat we voor de tussendeur stonden. Wij hoorden luid en duidelijk dat de voetstappen daar vandaan kwamen. Hij deed de tussendeur open en alle voetstapgeluiden die wij hadden gehoord waren plotseling verdwenen. Erg vreemd. Niemand was beneden in de woonkamer. Echt niemand. Het was zelfs doodstil. Nu wij toch beneden waren, liepen wij meteen door naar de keuken om een lekker glaasje drinken te pakken. We hadden dorst gekregen. Mijn beste maatje liet mij met trots zien dat hij van die prachtige glazen had gekregen van de videotheek. Toen die tijd kreeg je een drinkglas bij het huren van een video. Je moest dan wel een bepaald soort film huren om die te krijgen. Uiteraard ging het om de film The Lord of the Rings. Het was een long glass met een afbeelding van een van de personages die uit de film vandaan kwam. Een lang en rond drinkglas. Echt super gaaf. Hij had er gewoon twee van. Hij schonk een colaatje voor mij en voor zichzelf in. Natuurlijk in die super vette glazen. Wij stonden in de keuken van ons colaatje te genieten. Plotseling viel de onderkant van het glas, de bodem, kaarsrecht naar beneden, zonder enige scherven. Mijn maatje en ik keken naar het glas en zeiden tegen elkaar, hoe kan dit nou weer? Allebei ontzettend verbaasd bestudeerden wij het glas. De bodem lag op de grond en het glas zelf had ik nog in mijn hand. Hoe kan dit nou? We hebben allebei nog nooit een glas zo uit elkaar zien vallen. De onderkant van het glas lag zonder scherven op de grond en het overige glas had ik nog in mijn hand. En dat ook helemaal zonder scherven. Het is bijna niet te omschrijven hoe het eruit zag. Maar bizar was het wel. Zijn vader kwam ook naar beneden vanwege de klap die hij hoorde. Daarna gingen we weer naar boven om onze tanden te poetsen en te gaan slapen. Natuurlijk sliepen wij niet meteen, want we moesten in het stapelbed nog wel even napraten over wat er allemaal die avond was gebeurd. Tot heden praten hij en ik hier nog steeds over, maar ook over de andere paranormale en bovennatuurlijke gebeurtenissen die wij samen hebben meegemaakt. Nog steeds is hij één van mijn beste maatjes en maken wij regelmatig nog wat van die dingen mee. Dit was nog lang niet alles en kan jullie nog veel meer vertellen. Dit wil ik graag in een andere video doen. Dit doe ik alleen als deze video goed aanslaat, genoeg likes en kijkers trekt. Wil jij ook in de video terechtkomen met jouw paranormale en of bovennatuurlijke ervaringen? Stuur ons dan jouw verhaal op naar wsnet@hotmail.com of via een DM op een van onze Instagrams. Deze kun je vinden onder de video in de videoomschrijving. Vinden jullie dit nou leuk en willen jullie hier meer van zien? Geef deze video dan een like. Ben je nog niet geabonneerd?
Doe dit dan nu door onderaan de video op de abonneerknop te klikken. Wil je graag op de hoogte zijn van al onze nieuwste video's? Abonneer en klik dan rechtsonder de video op het alarmbelletje.